Wat is je missie voor deze South by Southwest? We willen zoveel mogelijk mensen overtuigen van de kracht van geur in communicatie. Dat is wat we willen doen en we willen eigenlijk ook mensen alvast binden aan het platform waar we mee bezig zijn of het idee wat we aan het opzetten zijn. Waar komt dat geloof van jou vandaan, dat de geur zo belangrijk is? Nou, geur is een van de krachtigste media die er eigenlijk is. Hè. Dus het beïnvloedt ons lichaam zonder dat we in de gaten hebben dat we beïnvloed worden. En het beïnvloedt ons lichaam op een helemaal fysiologisch. En we hebben er geen controle over. Hoe moeilijk is het om geur in te zetten bij de dingen die je doet, de projecten die je daarmee wil maken? Het is moeilijk om geur in te zetten. Er zijn eigenlijk een aantal problemen die je hebt. Het is contextgevoelig. Mensen zijn er meer of minder gevoelig voor. En ook het zit in de lucht, dus het beweegt. Dus het gaat ook een interactie aan met de omgeving. En als ik dan jou vraag, wat is jouw doel van deze South by Southwest? Nou, volgens mij het doel is dat we dat enthousiasme wat we zelf hebben over hoe je met geur communicatie kan ontwerpen, dat we dat kunnen overbrengen. En dat er een soort vonkje overspringt. En dat doel is het belangrijkste, denk ik. En dat is ook het leukste eigenlijk, om die energie te voelen van mensen. En jullie stonden allebei, waren onderdeel van het programma hier. Hebben allebei dat programma al achter de rug. Ja. Hoe waren de reacties? Nou, het waren echt super toffe reacties. Wat leuk is, mensen heel serieus meegaan en echt meedenken. En echt mensen die ook heel erg echt op nieuwe ideeën kwamen tijdens de sessie. Die hadden wel een workshop sessie. En die daar ook gelijk mee verder willen. En dat is echt super, super tof. Dus dat wat je eigenlijk wil, dat het ook lukt, zeg maar. Ja. Geef eens een voorbeeld hoe geur een rol kan spelen bij het vertellen van verhalen, bij projecten, installaties. Nou, het makkelijkste misschien om iets te vertellen over wat we zelf hebben ontworpen. Dat is een Famous Test installatie. En dat is een interactieve installatie waar het publiek wordt in een mortuariumcel wordt ingeschoven. Dus dan ga je liggend inzitten en dan lig je in het donker en je kan er ook niet uit. Maar dan beleef je de laatste 4 minuten van het leven van een beroemdheid door middel van geur en audio. Dus dat gaat echt over storytelling. Maar dus we halen ook de visuele informatie weg. Maar eigenlijk ontstaat daar een soort van analoge VR-ervaring. Want je krijgt een soort first-person perspectief. Je wordt even John F. Kennedy of Whitney Houston of Gaddafi. En door hun neusgaten en oren beleef je wat hun hebben kunnen meemaken in de laatste minuten. Ja, en dat doen we eigenlijk op een heel documentaire manier. Dus we proberen dat heel realistisch te doen. En interessant is dat mensen daar ook heel heftige respons op hebben, zeg maar. Dus mensen krijgen echt een fysieke ervaring en geven ook terug dat er op meer dan alleen op geur of op storytelling niveau allerlei dingen in je lichaam ook gaan gebeuren, zeg maar. Dus als ik een voorbeeld noem, er is in het Gaddafi scenario is er een moment dat het konvooi wordt gebombardeerd en dat hij weet te ontsnappen uit zijn auto. En dan ruik je natuurlijk brandgeur. En er waren mensen die dan dachten dat wij op dat moment de installatie aan het verwarmen waren. Want die kregen het heet en benauwd en die gingen zweten en zo. Dus dat geeft aan dat geur op een heel onbewust niveau dingen in je hersenen triggert en die een totaalervaring creëren. En daarmee lijkt het ook heel erg op virtual reality-achtige toepassing. Als je geur wilt wat inzetten als maker, hoe kun je er ook iets van maken dat voor meer is dan één plek waar zich dat afspeelt? Dit verhaal kan ik me voorstellen, één plek, maar hoe zou je zoiets schaalbaar kunnen maken? Ja, op dit moment is de techniek eigenlijk in ontwikkeling daarvoor. We werken met een aantal partijen samen. En daar zie je binnen die partijen zie je gewoon dat ze daarmee bezig zijn. Van oké, hoe kunnen we dit nu voor een breder publiek toegankelijk maken? Hoe kunnen we het ook versturen? Hè? Je kan aan Skype denken dat je ergens aan de andere kant van de wereld zit. En dat je toch een geur, dat je die kan overbrengen. Dat je die kan communiceren. En eigenlijk over dat soort concepten zijn we heel actief. Daar zijn we nu mee bezig. En die techniek die ontwikkelt zich ook heel snel. Dus op dit moment, als je zegt van goh, waar kan ik het kopen om het toe te passen, dat is het nog niet. Maar in de laboratoria op dit moment is dat echt aan het ontstaan en wordt hard aan gewerkt. Hoeveel mensen, of hoe groot is zeg maar die groep die hiermee bezig is? Nou, wij zijn van Polymorph en wij zijn eigenlijk een ontwerpcollectief, een kunstenaarscollectief. En wij werken samen met een aantal partijen in de industrie. Daar zitten gewoon hele research teams van 300 of 400 man die ergens in New York bezig zijn. En er zijn nog
geloof bij Google hebben ze ook nog een afdeling van een stiekem afdeling van 400 of 500 man waar eraan gewerkt wordt. Dus iedereen heeft wel in de gaten, omdat het zo krachtig is als communicatiemiddel, dat het eigenlijk een next thing gaat worden. En als je het daarover hebt, next thing, het gaat hier ook heel erg over business. Je zegt wij zijn kunstenaars. Ja. Kunstenaars en business gaan meestal niet heel vanzelfsprekend samen. Of zien jullie hier wel voor jullie zelf ook business in? Nou, we hebben een boek gemaakt, het heet het Sense of Smell boek. Dat is een onderzoek naar wat is eigenlijk state of the art op dit moment. En aan de andere kant hebben we ook een hele hoop concepten ontwikkeld daarin. En die zit ook in dat boek. En eigenlijk wat je nu merkt is dat de traditionele geurindustrie, die kijkt nu naar dat boek en die zeggen nee, ze hebben nog nooit nagedacht over hoe je geur kan inzetten. En de grap is dus dat daardoor je in één keer als partij een hele serieuze partij bent waar je eigenlijk mee in een start-up situatie terecht aan het komen zijn. Dat is eigenlijk nu wat er gebeurt hier. Jullie komen er per ongeluk in terecht, zeg maar. Ja, het is een beetje raar, maar we hebben altijd gedacht van we willen niet alleen kunstenaars zijn, we zitten gewoon op de intersectie tussen ontwerp en techniek en eigenlijk voor mensgericht ontwerpen. Dat is eigenlijk ons punt waar we het liefst zitten. En je merkt nu dat dat ook het punt is waarin eigenlijk interdisciplinair van alles samenkomt en wat eigenlijk ook nieuwe ontwikkelingen teweeg brengt. Wat hebben jullie aan deze South by Southwest? Nou, wat we in ieder geval merken is dat de mensen die waar we mee samenwerken, die zijn hier ook geweest. En die hebben gezien wat het los kan maken als je dat deelt ook. En als je die parfumindustrie en die geurindustrie is heel erg gesloten. En die houdt het geheim heel erg op de borst, want dat is gewoon ook hun kapitaal. Hè? Dus, maar ze beginnen te zien dat als je dat meer open gooit en meer deelt, dat er dan ook, er is maatschappelijk heel veel draagvlak en heel veel interesse in. En ik denk dat dat ook een tegenreactie is. En dat hoe technologisch onze maatschappij wordt, hoe meer we ook behoefte hebben om ons menselijkheid, of datgene wat ons specifiek menselijk maakt, dat ook onderdeel wordt van technologie. En wij zijn een biochemisch systeem en dit is een andere manier, een andere technologie om daarmee te interacteren. En dat is denk ik heel erg interessant en spannend. En het is tof dat zo'n industrie, die eigenlijk vrij conservatief is, dat voelt en ziet en daar ook zelf dan ook weer enthousiast van wordt. En dan hebben we denk ik veel gewonnen hier. Denk ik. Ja. Je zei, het is een industrie die van zichzelf niet heel erg transparant is. In de hele technologiewereld zie je dat wel. Hè? De technologie, zeg maar, de democratisering van de technologie dwingt tot transparantie bijna. Is het dus onoverkomelijk dat dit ook hier gaat gebeuren? Het lastige met geur is, het is een ontzettend complex gegeven. Hè? Dus als medium is het heel erg complex, omdat het is echt een chemisch medium. Maar het is zo onderhevig aan verschillende invloeden, dat het is heel moeilijk om daar controle over te krijgen. Dus het kennisniveau wat je moet hebben om daar precies en accuraat en gericht mee te kunnen werken, dat is... En daar hebben ze natuurlijk gewoon, want daar investeren ze al jaren in, daar hebben ze natuurlijk ontzettend streep voor. Dus die kennisachterstand, de vraag is of ze dat openbaar gaan maken. Maar dat is natuurlijk ook tegelijkertijd voor ons super interessant, want als dat wel open raakt, dan kan je echt nog veel preciezer en veel doelgerichter echt strategische communicatie ontwerpen. En nu doen we dat een beetje gut feeling en een beetje uit enthousiasme, maar ik denk als je echt die kennis veel meer hebt, dan kunnen we het ook echt nog veel beter doen. Dat is natuurlijk super gaaf, ook van als ontwerper. Super enthousiast dat je nieuwe mogelijkheden krijgt. Waar zie jij geur straks allemaal nog meer op duiken? Zal het straks een normaal ding zijn van games bijvoorbeeld? Ja. Ja, voor mij is dat evident. Hè? Dus je zal het in gezondheidszorg zul je het zien, je zal het in massacommunicatie, je zal het zien gewoon op televisie, bioscopen, maar ook überhaupt in wearables. Ja. Eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken of omdat het ons zo beïnvloedt. Hè? Dus fysiologisch doet het zoveel met ons. Dus het is eigenlijk een heel logisch ding om daar iets mee te doen, omdat het direct jouw gemoedstoestand beïnvloedt en mijn gemoedstoestand. En daarmee kunnen we van alles met elkaar bewerkstelligen wat voorheen helemaal niet mogelijk was.